100 jaar Hendrinahoeve, wat betekent dat voor u? 100 jaar Hendrinahoeve, ja, dat is toch wel iets om denk ik wel trots op te zijn. Het is toch een bijzondere plek hier zo, waar misschien al wel 30, 40 jaar gedacht wordt dat het boeren niks meer zou zijn. En dat het al een keer volgebouwd zou zijn of wat dan ook. Maar nee, ik ben er wel trots op dat het toch steeds een echt boerenbedrijf is. Al 100 jaar lang. Mijn vader is hier geboren, die heeft altijd samen met zijn broer geboerd. Vanaf 1912 tot 1945 heeft mijn opa altijd hier geboerd. We hadden hier natuurlijk een hartstikke mooie, geweldige jeugd gehad. We konden altijd veel spelen in en op de boerderij, rond de boerderij. De steenfabrieken waar we altijd heel veel lol en schik hebben gehad. En ja, ik deed ook graag na schooltijd een beetje meehelpen. Maar dat vond ik, daar had ik nooit hekel aan. Ik wilde voetballen, dat vond ik ook wel leuk. Maar als ik zaterdags moest trainen of zo, of wedstrijd spelen, dat kwam voor mij niet goed uit. Dan was ik liever hier de boerderij. De boerderij bij ons was vooral in de oorlog een ontmoetingspunt van de buurt. Er was dus natuurlijk s'avonds niet veel te beleven en je mocht niet meer straat op. En tot nu toe, we gaan hier altijd voetballen kijken met de Europese wereldkampioenschappen. Dus dan zitten we hier ook met de hele buurt en vrienden en bekenden en dat is altijd hartstikke leuk. Eline en Marike, hoe zien jullie de toekomst van Hendrinahoeve? Ik denk niet dat het een boerenbedrijf zal blijven. Tenminste, wij hebben geen plannen en onze broer ook niet om het over te nemen als boerenbedrijf. Maar ja, ik zou het wel heel zonde vinden als het uit familie zou gaan. En misschien dat wij er heel, iets heel anders van maken. Ik vind horeca hotelwezen vind ik leuk. En Marike, hoe zit dat met jou? Nou, ik heb zelf geen plannen of zo ermee. Maar het zou voor mij ook wel heel leuk zijn als het in de familie bleef. Maar dan waarschijnlijk niet iets dat ik er woon of zo. Nu is er aankomende zaterdag een open dag. Ja. En wat gaat er precies gebeuren die dag? Die open dag hebben we een beetje de opzet van het bedrijf laten zien hoe het veranderd is. De vrouw heeft een heleboel foto's opgehangen, 250, 300 foto's. Ook foto's van vroeger heen, met ook mensen natuurlijk die hier vroeger veel kwamen. En het is wel leuk als die het elkaar weer ontmoeten nou en dat die weer elkaar tegenkomen. En we hebben voor de kinderen een speciale ballenbak. We hebben nog een half uur, drie kwartier film van de laatste 20, 30 jaar denk ik zo'n beetje. Ik zou zeggen, kom kijken. Hartstikke leuk.